ben Bas Reijnen en ik werk als consultant op onze vestiging in Amsterdam. Vandaag heb ik een gesprek met Pieter Vorstenbos van Hamburg Machine Tools. Hamburg is een innovatief bedrijf en wil graag een aanmerking komen voor de WWSO. Dit is een fiscale tegemoetkoming en zou je eigenlijk kunnen zien als een soort subsidie op R&D. Als ik met de ondernemer spreek, kijk ik altijd eerst naar het totaalplaatje. Wat voor activiteit doet het bedrijf nog meer? En zijn er mogelijkheden voor subsidies in het algemeen? Uiteraard ga ik daarna de WWSO bespreken. Ik ga dan kijken naar de technische uitdagingen waar het bedrijf tegenaan loopt en hoe ze dat zelf willen oplossen. Jaarlijks maken meer dan 21.000 bedrijven in Nederland gebruik van de WWSO om een deel van de innovatiekosten terug te krijgen. Ik stop het meeste werk in de omschrijving van het WWSO-project. Het gaat erom de technische uitdaging van het bedrijf gedetailleerd te omschrijven, maar dan zo dat de subsidieverstrekker, RVO, wordt overtuigd dat de werkzaamheden voor de WWSO in aanmerking komen. Ik check ook altijd even de website van het bedrijf. Dat doet de subsidieverstrekker vaak ook om te checken of de innovatie niet al klaar is en het daarom geen recht op WWSO is. Ik kijk ook altijd of het bedrijf kosten heeft gemaakt op het project. Bepaalde kosten en uitgaven die het bedrijf maakt voor de WWSO-projecten mogen namelijk ook in de aanvraag worden meegenomen. Om voor de WWSO in aanmerking te komen, hoeft de innovatie alleen voor het bedrijf technisch nieuw te zijn. Een WWSO-aanvraag wordt digitaal ingediend bij subsidieverstrekker RVO. Soms heeft de RVO aanvullende informatie nodig. Zo'n vragenbrief beantwoorden we altijd samen met onze klant. Ook hier is het namelijk belangrijk dat je de antwoorden juist formuleert. Je hoeft niet te wachten met het R&D-werk totdat je de beschikking hebt ontvangen. Maar begin dan wel ook gelijk met het bijhouden van administratie. Een uren administratie is verplicht bij de WWSO. Deze moet per persoon, per WBSO-project en per dag worden bijgehouden. Deze administratie moet binnen 10 werkdagen gevuld zijn. Een groot deel van de bedrijven die WBSO aanvragen zijn inderdaad maakbedrijven, zoals Hamburg. Maar nog altijd zo'n 15% van alle WBSO aanvragen heeft betrekking op de ontwikkeling van programmatuur door ICT-bedrijven. Mooi om te zien hoe zo'n innovatief bedrijf zich kan blijven ontwikkelen. Natuurlijk, aan de WBSO zitten ook genoeg verplichtingen. Maar wij zorgen ervoor dat onze klanten zich kunnen blijven focussen op waar ze goed in zijn. Innoveren.